Ik ben Judith Bloetjes, ik ben keramist en collega van Gertrude en ik heb de eer om deze tentoonstelling te openen. En naast mijn werk als keramist ben ik ook docent bij en coördinator van de keramiekopleiding SWW in Gouda. Dus van keramiek weet ik al wat. En Gertrude die ken ik omdat alweer lang geleden waren wij was Gertrude uitgenodigd voor een interview van tijdschrift Klei. En Klei is een bekend keramiek tijdschrift. En Gertrude zei van, goh, dit vind ik leuk om erbij te zijn, doen we het samen. En zodoende deden we dat samen. En nou was het voor ons alle twee eigenlijk een heel mooi begin om dat te doen. Chris Overbeke, die is van de Olivier schilderijen op doek. Hij is helaas verhinderd, maar hem ken ik van zijn werk. Want zijn werk is overal te zien, in binnen- en buitenland, op veel tentoonstellingen door het hele land. En zodoende ken ik zijn werk van andere plekken ook. Iets wat Gertrude en Chris Overbeke alle twee hebben, en wat Chris Overbeke heel mooi op zijn site heeft staan, is de essentie van schoonheid in eenvoud. Nou, ik vind dat ook helemaal bij Gertrude passen. Maar wat is dan nou die essentie? En hoe kom je daar nou bij tot die essentie? Iets over Chris Overbeke. Chris Overbeke die is de laatste 20 jaar kunstschilder. Hè, en met tentoonstelling binnen, buitenland, in Amerika, Frankrijk, overal. Maar hiervoor was hij 25 jaar illustrator voor allerlei uitgeverijen. En hij werkte ook in de reclame als illustrator. En eigenlijk moet je je dan heel dienend opstellen, hè, als illustrator. Je hebt je opdrachtgever, maar je hebt ook de mensen waar je voor werkt. Gertrude, wat ik heel bijzonder vond, is dat ik toen ik dit aan het voorbereiden was, zag ik dat Gertrude sinds 87 al keramist is. Dat betekent dat we hier ook iets heel bijzonders hebben. Want eigenlijk is het een soort lustrum, Gertrude. Ja. 25 jaar zit je in het vak. En natuurlijk is dat niet 25 jaar constant. Hè? Er zitten wat ups en downs zitten erin. En je houdt even wat rust en wat afstand. Maar 25 jaar is het je liefde gebleven. Ja, zeker. En daarnaast is Gertrude ook nog een heel mooi getal. 10 jaar. Docent bij de B+C als docent keramiek. En wat ben je als docent? Als docent ben je ook dienend aan je cursisten, hè? Want je hebt je eigen... Het gaat allemaal goed. Je hebt je eigen werk, maar als je les geeft moet je ook goed luisteren van nou, wat weten die cursisten, wat willen ze maken en hoe kom je daartoe? En dat dienend zijn vind ik wel een kwaliteit wat je ook nodig hebt om tot die essentie te komen. Want ben je ook niet dienend aan je talent? Want hoe komt dit werk nou tot stand? Nou, ik vind zowel dit schilderwerk van Chris als het keramiekwerk van Gertrude, het is een ambacht, is het. En een ambacht, ja, dan heb je talent. Hè? Maar als je talent hebt, dan hoef je nog niet een goede kunstenaar te worden. Want je hebt ook vaardigheden nodig. En die vaardigheden, die moet je oefenen en oefenen en oefenen. En het ook steeds volhouden. Dus zijn dat ook niet kwaliteiten om tot een essentie te komen? En ik vind dat ook heel knap in deze tijd. Waar iedereen zo druk is om... Nou ja, we zijn blij dat we hier allemaal zijn, hè. Want in deze tijd moeten we allemaal boodschappen doen, de e-mail, de kinderen, het huis, de krant lezen. Dus ik ben blij dat we er zijn. En ik heb altijd heel veel respect voor, nou ja, voor mensen die dan in deze tijd ook zo'n ambacht waar je al die kwaliteiten voor nodig hebt om, nou ja, dat tot stand te brengen. Chris noemt zijn werk stillevens. Het zijn stillevens. Gertrude's werk is eigenlijk ook een soort verstilling van bewegingen. Verstilling van de plasticiteit wat keramiek heeft voordat het is wat het nu is. En nu wil ik als openingshandeling wil ik iets heel spannends doen, want ik niet zeker weet of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Want ik wil iets verstillends gaan doen. Moet ik iets vasthouden? Ja, alsjeblieft.
doe ik hem eventjes uit, maar hij komt er terug. Zit porselein. Gertrude werkt met de keramiek, dus ik heb een porseleinen ring meegenomen. En als ik het geluid heb laten horen, gaan we even kijken of we stil kunnen zijn. Wij zijn maar mensen. We zijn mensen, maar door de hectiek van het leven komen wij zelden tot de essentie. Maar door schoonheid, zoals bij kunst en bij deze tentoonstelling, komen we er toch een beetje dichtbij. En bij deze wil ik de tentoonstelling graag openen.